Meneer Klaver, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Dank u wel. Op deze dag van opnieuw een coronapersconferentie. Toch maar even kort mee beginnen. We gaan het, zeg ik tegen de kijkers, daar straks uitgebreider over hebben aan het eind van deze uitzending. Maar nu wel even kort. Ja, een week voor de verkiezingen horen we dat mogelijk de terrassen op 31 maart weer open kunnen. Haalt u dan opgelucht adem of bent u dan een man die denkt... nou, dat is politiek ook wel vernuftig gespeeld van Rutte en consorten? Nou, ik denk dat iedereen uitziet naar iets van perspectief. Wat mij vooral opviel eigenlijk vanavond is hoe er over de avondklok werd gesproken. Daarvan werd gezegd dat het echt nodig is om het virus onder controle te krijgen. En hij moet ook als eerste weer eraf. En nu blijkt hij toch ergens als derde, vierde, vijfde pas aan de beurt te zijn. Dat was eigenlijk wat mij opviel. Dat was wat u meer opviel dan de terrassen in kwestie? Ja, en dat we nog even wachten en dat het nog even wordt verlengd. Dat viel me op. En dat het hoger onderwijs nog steeds niet open kan. En daar heb ik echt weten wat de mentale schade voor jonge mensen is. Daar gaan we zo over. Hoger onderwijs, jongens, daar maak ik me echt grote zorgen over. Staat op ons lijstje. Sorry. Het komt allemaal aan bod. We gaan vanavond uitgebreid daarover praten, over corona. Maar ik dacht om te beginnen, GroenLinks, in een tijd waarin eigenlijk steeds meer partijen voor het klimaat zijn. Even heel kort, wat is nou de kern voor u van het begrip groen? De kern van het begrip groen is dat we de balans moeten stellen met de aarde. De balans is volstrekt zoek. En dat betekent dat we als mensen te veel CO2 uitstoten. En daardoor het voortbestaan van de mensen in gevaar brengen. Dat is groen. En links? Wat is voor u in de kern links? Uiteindelijk zorgen dat we ongelijkheid die er is, dat we die opheffen. De ongelijkheid is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Nou, in de coronacrisis hebben we dat ook gezien. De kansen in het onderwijs van kinderen, hoe ongelijk ze zijn verdeeld. Op de woningmarkt, als je een lockdown hebt, weet je pas hoe fijn het is om een fijn huis te hebben. Maar we zien het ook met ZZP'ers. Mensen die een vast contract hebben, daar was het beter voor geregeld, de sociale zekerheid, dan voor ZZP'ers. Dus ongelijkheid is voor u in de kern het begrip waar links over draait. Althans, het oplossen van ongelijkheid natuurlijk. Komen we ook over te spreken. We gaan vanavond namelijk onderzoeken wat er groen en wat er links is aan GroenLinks. Maar eerst gaan we kijken naar hoe u als lijsttrekker van die partij de Kamer in kwam. Jesse, hoe oud ben je? 21 jaar. En je wilt de politiek in, heb ik begrepen. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Hoe jong was je toen dat idee post vatte? Ik denk een jaar of 14, 15. Klavers hele leven staat in het teken van de politiek. En daarbij heeft hij vooral één doel: leider worden. Wat mij boeit aan politiek is dat je mensen hoop kan geven. Dat je naar de mensen toe moet gaan. En voor mij is dat bij uitstrek een lijsttrekker. Dat is voor mij niet iemand die alleen maar heel technisch in de Kamer aan het werk weet te gaan. Dat is iemand die de mensen weet te pakken. Zijn oude studiementor weet het ook nog goed. Hij riep ook, ik wil minister-president worden, al in de eerste periode van zijn studie. En om een echte leider te lijken, put Klaver inspiratie uit de boodschap van anderen. Te veel politici doen ons geloven dat we verdeeld zijn. America is not as divided as some have suggested. Als zij vrees aanwakkeren, dan vertrouwen wij op hoop. We are choosing hope over fear. Hij is wel altijd geïnspireerd door Amerikaanse presidentscampagnes. Maar heeft hij ook inhoudelijke ideeën bij dat leiderschap? De kritiek is dat dat nog wel eens achterblijft. Dat moet een linkse leider dan ook brengen. Dus hij moet niet alleen een persoon brengen, hij moet een persoon met een idee brengen. Gebruikt u de partij voor uw persoonlijke ambitie? Of is uw ambitie de partij? Kennedy is een van mijn voorbeelden, John F. Kennedy. En die heeft een heel mooi boek geschreven, Portretten van Moed. En daarin schetst hij dat je als politicus, dat het belangrijk is dat je de ambitie hebt. Ja, ambitie genoeg. En u noemt Kennedy als voorbeeld, maar ik dacht, is dat nou echt een voorbeeld van een linkse leider? Ja, die vraag wordt mij vaak gesteld en dat kan ik me ook weer eens bij voorstellen. Kijk, hier op tafel ligt, als ik zo vrij mag zijn, een heel mooi boek wat hij zelf heeft geschreven in 1957, Portretten van Moed. En dan krijg je een beeld van een onwijs moedige politicus en alle prachtige dingen die hij heeft gedaan. Er is een ander heel goed boek over hem geschreven, De laatste 100 dagen van Kennedy. En daarin zie je dat hij eigenlijk pas in het laatste gedeelte van zijn leven, dat hij die moed pas oppakte. Want zo moedig was hij niet. Hij heeft uiteindelijk de Verenigde Staten de Vietnamoorlog ingerommeld. Ja, niet bepaald iets waarvan ik dus denk, dat zijn als ook... ik een linkse leider zou zijn, zou ik daar me mee willen afficheren. Nee, dus dat zijn ook allerlei zaken waarvan je zegt, nou, dat was helemaal niet zo mooi. Maar wat hij beschrijft en wat hij heeft geprobeerd, en ook zijn broer Robert Kennedy, Ja, dat vind ik heel mooi. En als je het hebt over het brengen van hoop aan een land... dat heeft hij bij uitstek gedaan. Ja, het is wel iemand, we zagen het uw vrouw ook zeggen... uit Amerika, van over de plas, waar u graag naar kijkt, zoals zij zei. Terwijl ik dacht, ja, je kan voor een links voorbeeld natuurlijk ook... te raden gaan bij de historie van uw eigen partij. Ik noem een Ina Brouwer of een André van Es of een Ria Beckers. Waarom zijn dat niet de voorbeelden die u altijd noemt op die vraag? Omdat hij het is. En ik vind bijvoorbeeld André van Es... Met de andere heb ik zelf niet gewerkt. Met André van Es ben ik wel tegengekomen in het werk wat ik voor de partij heb gedaan. Maar zij brengt u niet wat Kennedy wel bracht. Een fantastische vrouw. Maar dit is een boek wat ik heb gelezen toen ik een jaar of 17 was. Wat me toen inspireerde. Ja. Tijdens de vorige campagne heb ik u vaak horen zeggen... nou, ik wil premier worden. Dat steek ik ook helemaal niet onder stoelen of banken. Tijdens deze campagne hoor ik dat wat minder. Is die ambitie verdwenen of, ik zie u lachen, hij is er nog steeds? Nou, nee, zeker is de ambitie er nog steeds. Ik zeg dat wat minder vaak, omdat ik het meer over de inhoud heb. Deze is dat een verandering bij u, dat u meer van de vorm naar de inhoud bent gegaan? Nou, wat wel een verandering... Ik ben ouder geworden in die afgelopen jaren en ieder mens groeit... als het goed is, en ook ik. En de bewijsdrang die ik had om dat soort dingen allemaal heel hard te roepen... ja, ik moet het nu gewoon laten zien. We gaan even naar Arjan. Want Arjan Noorlander, ja, bewijsdrang en Jesse Klaver... het is er nog wel een beetje, toch? Het is er zeker. En het komt ook uit zijn partij. Want GroenLinks is natuurlijk een partij van activisme... van radicalen, van oorsprong zelfs, van idealisten... En hoe zien we Jesse Klaver eigenlijk de afgelopen periode... vooral zo dichter bij de macht proberen te komen. Proberen zelfs aan zijn baan te komen. En daarmee laat je die radicale oppositiehouding toch een beetje varen. Hij heeft daar zelfs redelijk smalend een term voor gebruikt. Niet zo heel erg lang geleden. Dat was scorebordpolitiek. Dat is eerst wat die oppositiebedrijven vond, is nu scorebordpolitiek geworden. En dus zegt Jesse Klaver nu, ik ben niet altijd meer tegen, ik wil ook voor zijn. Wij gaan niet dreigen. Waar we voor zijn, zijn we voor. En waar we tegen zijn, tegen. En tegen begrotingen die het beter maken en niet verslechteren, gaan we niet tegenstemmen. Daar gaan we niet tegenstemmen. En dus brak hij ook de macht van de oppositie in de Eerste Kamer. Want die had het kabinet van Rutte nodig voor een meerderheid. Maar Jesse Klaver wilde niet meer tegenstemmen. En anderen, bijvoorbeeld bij de onderwijsbegroting... hadden nog inzet $1,5 miljard extra voor het onderwijs. Voor docenten is belangrijk, vond onder meer de Partij van de Arbeid... Maar Klaver stemde niet tegen, stemde in met de voorstellen van het kabinet... en kreeg dus uiteindelijk niks. En dat gaat nog verder, want in de inleiding van het verkiezingsprogramma... in deze periode staat het ook gewoon. GroenLinks wil deel uitmaken van de volgende regering. Nou, hoe duidelijk kan het zijn? Hij liet verkiezingsposters afdrukken... waarin hij het ook nog eens een keer duidelijk maakte. Hij wilde wel met Lilian en Lilianne en Jesse... en zelfs met Sigrid Kaag van D66... niet eens een linkse partij, maar al voor de verkiezingen was hij aan het formeren... om maar dicht bij de macht te blijven. Ja, meneer Klaver, waar is dat activisme nou toch eigenlijk gebleven? Ja, dat activisme van de PPR, de PSP, André van Es, die u net zag. En nu geeft u alles weg. Nou, maakt u zich geen zorgen. Dat activisme is er nog steeds. Alleen, wat ik wel heb geleerd in de afgelopen jaren... is dat het ook belangrijk is om niet alleen heel hard te zeggen wat je vindt... en steeds harder te praten, maar om ook goed te luisteren naar wat anderen vinden. En als ik het heb over scorebordpolitiek, waar jij aan refereerde... dan gaat het niet zozeer over oppositiebedrijven. Dan is het net zo goed iets wat binnen de coalitie gebeurt. In Den Haag is het heel belangrijk hoe 's avonds mensen zoals Arjan Noorlander... beoordelen wie er uiteindelijk heeft gewonnen in het politieke debat. Maar we horen iemand als Arjan Noorlander u nu beoordelen en zeggen... u hebt door geen oppositie te voeren, maar eigenlijk dat wapen... wat je dan als links hebt om met andere linkse partijen samen... in dit geval in de Eerste Kamer... iets te bereiken of te blokkeren of binnen te halen. Te vechten voor uw belang, om met het liedje van Bots te spreken. Dat kent u misschien nog wel. Dat hebt u afgelegd. Nou, ik zal zoiets zeggen over wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Maar wat ik bedoelde met scorebordpolitiek, om dat toch te vertellen... is dat altijd de vraag is, wie heeft nou precies gewonnen? Welke partij heeft het goed gedaan en wie heeft het niet goed gedaan? En daardoor denk ik dat de inhoud en de resultaten vaak achterblijven. Soms moet een partij... toch ook vechten voor zijn belang. Zeker. Als ik dat opzoek op uw website, dan kom ik het woord 474 keer tegen. En als ik u in de Kamer zie, dan zie ik uw handen schudden met Rutte. Dan zal ik u zeggen waar wij voor hebben gevochten de afgelopen tijd. We hebben gevochten voor extra geld voor de GGZ. We hebben gevochten voor extra geld om woningen in Nederland te bouwen. Dat hebben we overigens heel succesvol samen met de Partij van de Arbeid gedaan. We hebben gevochten voor extra rechercheurs die we kunnen inzetten om zedendelicten op te sporen. Dat zijn allemaal zaken waar mijn partij heel hard voor heeft gevochten. Om nog de belangrijkste, als ik die nog zou mogen noemen, de klimaatwet. Daar ben ik met Diederik Samsom in 2015 aan begonnen. Daar zijn we samen aan begonnen. Daar was toen niet zo heel veel animo voor. En die heb ik samen met de Partij van de Arbeid hebben we die aan de meerderheid geholpen. Een hele brede meerderheid in het parlement. En dat is er gekomen door activisme, door strijd, maar ook door te luisteren naar anderen. Op het gebied van activisme is zeker in de rest van de linkse oppositie niet iedereen het met u eens. En zeker niet als we focussen op corona. Laten we even kijken hoe u zich daar onder meer hebt opgesteld. Complimenten voor de speech van de premier van afgelopen maandag. Dit was precies waar het land op zat te wachten. Een eerlijke boodschap over de omvang van de crisis waar we in zitten en een uitleg van de strategie. En de vraag die we ook moeten stellen, mevrouw de voorzitter, zeg ik via u tegen de heer Klaver, is: willen wij dat we nog meer de contacten tussen mensen beperken, in de zin zoals heel veel andere Europese landen doen, of willen we dat dat niet gebeurt en blijven we geloven in die groepsimmuniteit? Wat we nu proberen te doen, en dit is niet een makkelijke boodschap, maar daarom steun ik het kabinet hier wel en het moet wel gezegd worden. We proberen stapsgewijs zo goed mogelijk het aantal mensen dat dit virus krijgt te beperken. In die zin was ik het echt eens met de premier vorige week. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen, dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van Nederland. Mijn fractie steunt dit kabinet in de aanpak van deze coronacrisis. En hoe we hier ook zijn gekomen, we zitten samen in dit schuitje. En we moeten hier samen uitkomen. Samen als één land, oppositie, coalitie, kabinet en Kamer. We moeten samen vooruit. Ja, dat sluit natuurlijk niemand uit, maar we zien nu hier groepsimmuniteit steunen. GroenLinks in Amsterdam sloot de eerste en enige mondkapjeswinkel van Nederland omdat dat kapitalistisch zou zijn. Waar was u als kritische tegenmacht? Want juist in dit dossier, zou je zeggen, was daar plek voor. Zeker. Kijk, dat heeft ook te maken... Dit heb ik ook allemaal gezegd en dit meen ik ook. Dat en als u het heeft... ik ben ook heel kritisch geweest als het gaat over de manier van het vaccineren. Wij waren de eerste die zelf met voorstellen kwamen voor een testsamenleving. Dus inmiddels, we zijn er bijna een half jaar geleden hiermee begonnen. In oktober kwamen wij met onze plannen. Hoe zou je nou Nederland wat meer van het slot afkrijgen door te gaan testen? Maar je zag ook Geert Wilders. En met hem heb ik inderdaad hele stevige debatten in de Kamer. Hij zit ook in de oppositie. En Geert Wilders heeft twee standen. Dat is boos of superboos. En wat ik belangrijk vind in deze coronacrisis is: ik controleer de regering. Die beelden had u ook kunnen laten zien. Snoeihard. En dan pak ik ze ook aan, alsof het er niks is. Als het gaat over de dingen waar het niet goed gaat. Maar bijvoorbeeld die vaccinatie, vaccinatiebeleid. Maar als ik het ermee eens ben, dan steun ik het ook. Ja, en u was het heel vaak met ze eens. We hebben bijvoorbeeld ook gesproken met mensen die je toch deels linkse activisten zou kunnen noemen, van Containment.nu. Maar ook experts van het Red Team. En die zeggen, wij vonden eigenlijk bij GroenLinks geen gehoor voor onze kritiek op het kabinetsbeleid. Veel meer konden wij een luisterend oor vinden bij de SP en bij de Partij van de Arbeid. Hebt u bijvoorbeeld wel eens met ze gesproken? We hebben heel veel contacten met het Red Team. Het zijn verschillende experts die zich verenigen in het Red Team. Het zijn verschillende experts. Maar goed, als zij dat zeggen, ja, dan is dat zo. Dan is dat hun ervaring. Dat ga ik hier niet weer leggen of zo. Ja. U hebt niet alleen het kabinet gesteund tijdens corona. U pleit op dit moment ook zeer actief voor versoepeling. Bijvoorbeeld voor het heropenen van de scholen. U gaf het net al aan, vindt u ongelooflijk belangrijk. En daar hebben we een vraag over van John Arts. Welkom, fijn dat u er bent. U bent leraar en u wil daar iets over vragen aan meneer Klaver. Ja, hallo meneer Klaver. GroenLinks is een mooie jongere partij. U bent zelf ook jong, dus hartstikke goed. Ik ben leraar, top. Maar ja, ik vind toch een beetje dat u doordraaft in uw ambitie om het voor de jongeren beter te maken, om de jongeren te ondersteunen. U wilt gewoon de scholen opengooien tijdens een coronapandemie. Ik vind het totaal onverantwoord. U wil het aantal besmettingen laten toenemen, zodat jongeren wat meer vrijheid krijgen en de economie kan doordraaien. Ja, sorry, maar als linkse kiezer doet mij dit pijn. Ik mis hier het stukje solidariteit. Solidariteit voor de zwakkeren in onze samenleving is hartstikke belangrijk. Is het niet tijd dat u de naam GroenLinks verandert in Groen Liberaal of zo? Mm-hmm. Mag ik even, waar geeft u les? Op wat voor school? Ik geef les op het Overbetuwe College in Elst. Ik ben geschiedenisleraar. Een middelbare school? Op een middelbare school, ja. Maar nu graag antwoord, want ja, dat vond ik mooi. Dat deed u in het RTL-debat ook. Dan kocht u misschien wat tijd door een wedervraag te stellen. Maar in principe is het fijn als u antwoord wil geven. Maar meneer krijgt van mij een antwoord. Maar ik vind het belangrijk, het is belangrijk voor de context om te weten wat voor type school het is. U heeft het over solidariteit. En dat is ontzettend belangrijk. En wij vragen nu al bijna een jaar solidariteit ook van jonge mensen. Om hun leven wat op pauze te zetten. En we hebben van hun heel veel kostbare schooltijd al afgepakt. En ik vind dat we ook iets terug moeten doen voor deze jongeren. Solidariteit komt van twee kanten. En de berichten die ik krijg van jonge mensen die zo ongelooflijk in de problemen zitten. De mentale problemen die zich opstapelen. Dat ik het belangrijk vind dat jongeren weer naar school kunnen gaan. Daarom vroeg ik, is het een middelbare school? Ik snap heel goed dat dat niet in één keer kan. Ik snap dat dat, zoals dat nu gaat, dat het in delen open gaat. Ik weet niet hoe het op uw school is, maar dat het in delen open gaat. Dat er met sneltesten gewerkt moet worden daar waar het kan. Maar meneer Aerts, sorry dat ik u onderbreek, maar wat zegt u als u hoort... er zijn natuurlijk heel veel mentale problemen bij jongeren? Nou ja, allereerst verbijst het me dat u zegt dat jongeren heel veel schooltijd hebben gemist. Wij als leraren hebben gewoon les gegeven. Niet op de meest ideale manier... Eigenlijk helemaal niet op de ideale manier. Dat ben ik met u eens. Maar leerlingen hebben wel onderwijs gekregen. Dus dat zou ik graag even van tafel. Maar dat punt van die mentale gesteldheid? Dat tweede, mentale gesteldheid. Sorry, het is misschien privé, maar mag ik uw telefoon even zien? Want ik geloof het gewoon niet. Ik ben leraar. Ik sta voor de klas. Gelukkig sinds kort weer, half. Ik heb contact met de jongeren. Ik heb het gevraagd aan anderen. En mijn idee is, het valt wel mee met die jongeren. Nou lees je verhalen dat 82% van de jongeren kampt met burn-out. Wat een onzin. Het bericht is ook al teruggetrokken. Zeker. Het klopt gewoon niet. Sterker nog, het CBS heeft afgelopen weekend laten weten... die jongeren die doen het best wel goed. Ja. Dus ik denk dat u zich verkeerd focust. Ik begrijp het, hoor. U wilt de stemmen van de jongeren. Ik begrijp het. Ik heb een 19-jarige dochter. Die twijfelt ook nog om op u te stemmen. Maar gaat u niet veel te ver in die jacht op de stemmen van jongeren? Nou, kijk, nee, want dat doen we niet. Ik hoor het u wel zeggen. Als u zegt, u wilt mijn telefoon... Ik heb hem hier niet bij me in de studio, maar laten we straks maar eens kijken dan. Maar kunt u ingaan op dat punt? Want dat rapport waar u aan nee, maar sorry, leek te refereren... Het rapport waar ook ik eerder aan heb gerefereerd, maar dat heb ik ook teruggenomen. Dat klopt niet. Dat bleek iemand voor eigen gewin, die had een bedrijfje daarin. Dus dat klopt niet. En ook het CBS zegt, het valt ten opzichte van vorig jaar gelukkig... enigszins mee. Ja, maar ik wil op iets anders even... dat is het punt wat meneer Aerts u vraagt, hè? Ik denk dat het niet meevalt. Ik denk dat veel jongeren... Kijk, de echte grote mentale problemen, dat is bij een kleine groep. Maar voor heel veel jongeren is het een hele zware tijd. Van wat ik terughoor van die jongeren... het gaat niet even... Wacht even. Het is verveling. De jongeren vervelen zich. Het zijn pubers. De meesten vinden het prima, die tijd. Die staan om 10 uur op, dan zetten ze hun camera... En het gaat natuurlijk ook, als ik het weer even terug mag krijgen naar tafel... naar een van de punten van uw verkiezingsprogramma. U zegt, we zijn tegen leeftijdsdiscriminatie. En ik denk dat wat hieronder zit, wat meneer Aerts ook wil vragen... is, waarom focust u zo alleen maar op de jongeren... terwijl ook van oudsher een hele andere groep mensen op uw partij stemt... die zegt, denk ook aan ons. Zeker, maar we denken aan iedereen. We proberen juist. Maar in zo'n crisis als deze zijn er geen gemakkelijke keuzes te maken. En we hebben juist heel lang gezegd... we zetten alles op alles. We proberen alles te doen om de meest kwetsbare mensen... zijn namelijk de meest oude mensen met een kwetsbare gezondheid... om die te beschermen. Maar u kiest dan voor de jongeren? Nee, dat is te makkelijk. Als je zo lang in een crisis zit... hebben we nog steeds heel veel maatregelen die er zijn... heeft mijn partij, vonden we ook niet fijn, uiteindelijk ook een avondklok gestemd... zeggen, wow, we moeten oppassen met alle extra besmettingen die er zijn. Ik vind uiteindelijk dat na zo'n lange tijd... je toch weer jongeren naar school zou moeten laten gaan. Ook artsen waarschuwen hiervoor. En dan even het punt over het onderwijs, want dat wilde ik graag. Maar dat is zeer terecht. Ik heb met veel docenten gesproken... die mij daar ook over benaderd zeggen... Jesse, sorry, maar we hebben prettig was het niet om online les te geven... maar we hebben het verdorie wel gedaan. Dat heb ik ook gezien. Dat heb ik ook bij mijn eigen kinderen gezien. En dat is ontzettend knap. Maar school gaat over zoveel meer dan alleen de overdracht van kennis. En dat stuk van jezelf kunnen ontwikkelen, met anderen zijn... dat heb ik jongeren gemist. En ik vind dat we ze dat terug moeten geven. Zoveel als mogelijk. Maar dat zal nog steeds met risico's gepaard gaan. En die moeten we beperken. Daarom gaan nog niet alle jongeren iedere dag van de week naar school. Helder. We gaan naar ons volgende onderwerp. Naar wat, denk ik, voor u ook een... links thema is, namelijk diversiteit. We keken naar uw nieuwe lijst en we zien 2 keer zoveel diversiteit in de top 30 dan in 2017. Belangrijk thema voor u, klopt mijn veronderstelling? Ja. Er is ook een kanttekening bij te plaatsen en dat gaat onze volgende gast doen. Die is sinds de jaren 80 in ons land en stemt, zolang als hij dat mag, op uw partij. Ejit, wat is jouw vraag? Ja, mijn vraag is, lijst van GroenLinks op zich genoeg diversiteit zit in. Maar het enige wat ik zorgen maak over politieke islam en vooral mevrouw die op nummer 9 staat, met wazige achtergrond. En ik weet wat politiek islam is. En natuurlijk ook GroenLinks ook voor burka geweest. Intrekken verbod. Dan vraag ik me af, waar is de grens? En wat hier links aan is. En ik denk dat hiermee doe je niet recht aan gewone moslim met hoofddoek. Laten we uw vraag... Het zijn eigenlijk twee vragen. Eentje over de nummer 9 op de lijst en eentje over het boerkaverbod. Ik wil met dat laatste beginnen. Waarom zou een partij... Ik heb uw beginselprogramma hier liggen. Daarin staat u strijdt voor feminisme, voor emancipatie. Waarom bent u voor het intrekken van het boerkaverbod? Omdat ik vind dat vrouwen daar zelf een keuze in moeten maken. Maar denkt u dat vrouwen die religieuze regel rondom een boerka gemaakt hebben? Nee. En waarom zouden een partij, vraag ik dan opnieuw, die dus constateert dat vrouwen die regels niet maken, die voor emancipatie is, die voor progressieve religieuze groeperingen is, zoiets onprogressiefs en onderdrukkends als een boerka steunen? Omdat, nogmaals, ik vind of je dat wil dragen of niet, dat is je eigen keuze. Maar is dat zo? En wordt dat niet opgelegd door mannen? Als dat zo is, dan sta ik naast die vrouwen die zeggen ik wil dit niet aan. En helpt het boerkaverbod daar juist niet bij? En dan zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen, alles wat in mijn macht ligt, om ervoor te zorgen dat zo iemand die boerka kan afwerpen. Want het moet iemands eigen keuze zijn. Maar als iemand zelf bepaalt, dan moet iemand het zelf weten. En een land waarin we gaan bepalen, waarin de overheid bepaalt wat mensen moeten dragen, dat is niet waar ik in geloof. Dat is ook niet vrijzinnig. Ja, u bent een van de weinige linkse partijen die er zo in zitten. De SP zegt bijvoorbeeld, wat ons betreft is de boerka een kledingstuk, dat staat voor onderdrukking. De Partij voor de Dieren die weegt eigenlijk ook uw argument mee, maar zegt dan, als emancipatiebeweging zien wij de boerka eerder als symbool van onderdrukking dan van vrije keus. Moeten we dan constateren dat de Partij voor de Dieren meer emancipatoire is dan GroenLinks? Nee. Voor mensen? Nee, maar wij, kijk, wat voor ons centraal staat, en dat blijf ik herhalen, is de vrije keuze. En als iedereen, ook die vanavond zit te kijken, zich gedwongen voelt om zoiets te dragen, dan staan we naast zo iemand om met iemand samen te strijden, omdat iemand zo'n boerka kan afleggen. Maar ja, uiteindelijk vind ik het niet aan een overheid om voor te schrijven wat mensen wel of niet zouden moeten dragen. Laten we naar het volgende punt gaan, wat Ejit opwerpt. Dat gaat over de nummer 9 op uw kandidatenlijst, Kauthar Bouchallikht. Klimaatactivist, komt hoog op de lijst en er ontstond veel ophef omdat ze vicevoorzitter was van Femiso, een jongerenkoepel die aan de moslimbroederschap is gelieerd. En voor de duidelijkheid, het gaat nu niet over haar persoon, want zij is er niet bij hier vanavond, maar het gaat over uw beoordelingsvermogen. Kunt u voor eens en voor altijd duidelijk maken, is Femiso wat u betreft nou wel of niet gelieerd aan de moslimbroederschap? Kijk, waar wij naar hebben gekeken is naar, want u kunt zeggen het gaat niet over Kauthar, maar haar naam wordt genoemd, dus het gaat wel degelijk over haar. En u noemt haar naam ook. Maar mijn vraag was, is die organisatie nou wel of niet verbonden aan de moslimbroederschap? Wat ik heb gedaan... Kijk, er zijn allerlei berichten dat dat zou zijn of dat dat niet zou zijn. Naar onze informatie is dat niet het geval. Wat voor dat mij staat belangrijk, inderdaad ook op uw website. Precies, u zegt, voor ons gaat hier niet om de jongerenorganisatie van de moslimbroederschap. Maar dat is dan toch opmerkelijk, want heel veel onafhankelijke experts, onafhankelijke journalisten, ook uit ons onderzoek blijkt dat, maar ook de Duitse inlichtingendienst in Noord-Rijn-Westfalen, de Verfassungsschutz daar, die heeft gezegd, Femiso is gelieerd aan de moslimbroederschap. Ja. Waarom zegt u dan, als een van de weinigen, dat dat niet zo is? Nee, dat is de informatie wij hebben. U noemt Kauthar wel degelijk. Omdat namelijk de veronderstelling die hiervan uitgaat, is dat zij tot de conservatieve, tot de politieke islam behoort. Kijk, ik kan mij nog heel goed herinneren, toen ik dit ook voor het eerst hoorde, dacht ik, wow, was ik ook geschrokken. Dacht ik, wat betekent dit? Want de politieke islam hoort niet thuis binnen GroenLinks. En het gesprek wat ik toen met haar daarover had, plotseling ging zij mij vertellen... ging zij mij vragen welke boeken ik van zwarte feministen had gelezen. En hoe belangrijk dat was. En waar ik mensen op beoordeel... is niet de conservatieve omgeving waar ze vandaan komen... of waar ze hebben vertoefd. Want dat was Femiso, maar dat was ook nog op andere plekken. Ik kijk naar wie iemand nu is. En daar heeft Kauthar zich voor mij gewonnen, niet alleen mij... maar een hele kandidatencommissie. Maar kunt u als ik hem mag afmaken... Ja, als iemand die juist strijdt voor feminisme... en een belangrijke rol speelt in de klimaatbeweging. Maar kunt u zich voorstellen dat er in uw partij... we hebben bij uw achterban navraag gedaan... en we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar de Twitter-tijdlijn... van uw Kamerlid Nevin Özütok. Zij is Turks-Nederlands... seculier, zet zich in voor homo's en lesbiennes. En zij verwijst op haar Twitter-account naar artikelen waarin experts zeggen... dat activisten van de moslimbroederschap nou juist getraind zijn... om uit te leggen dat ze geen onderdeel zijn van de moslimbroederschap. En nogmaals, ik wil Kauthar, die hier niet bij is, nergens van beschuldigen... maar ik wil wel met u constateren dat er in uw eigen partij... in uw achterban, dat zien we hier in de studio... in uw eigen kamer, kandidatenlijst... onrust is. Kunt u zich dat voorstellen? Nou, maar allereerst, door haar te noemen... kunt wel zeggen, het gaat nu niet om haar, maar u noemt haar. Dus gaat het wel... Dat punt heeft u net gemaakt. Nee, maar dat vind ik belangrijk. Dan gaat het wel degelijk over haar. En waar het om gaat, is nogmaals... En als u zegt, zijn er mensen die onrustig zijn. Ik heb ook berichten gekregen, niet alleen van u, maar van veel meer mensen. Maar wat zegt u dan tegen die mensen anders dan zij zegt dat het wel snor zit? Nou, wat ik zeg is, wij hebben met haar kennis gemaakt... en zij zegt inderdaad dat het snor is. En dan komt voor mij een heel belangrijk punt... waar volgens mij wat lastig is. Zij heeft op alle beweringen die er zijn gekomen... of van wat ze zou hebben gedaan, of waar ze verkeerd zit, gezegd... ik heb hier niks mee te maken, dit is wie ik ben. Ik ben een progressieve strijder voor groene idealen. En ook heb ik gezeten bij een moslimbroederschaporganisatie. En als je dan vervolgens zegt... Ja. Dat geloof ik niet, want dat is de modus operandi. Hè? Dus dan bent u aan het liegen. Dan heeft zo iemand nooit meer de kans. En wat ik hoop, er zijn veel meer jonge mensen... die uit een conservatieve omgeving komen. En die misschien op allerlei plekken zijn geweest... waarvan je denkt, nou, ik weet niet wat je er precies had te zoeken... maar je bent daar geweest. Die vervolgens allerlei ontwikkelingen doormaken en stappen zetten. En dan hoop ik niet dat we die jongeren alleen maar met argusogen aankijken... en zeggen, dat vertrouwen we niet. Maar dat we zeggen, dat is fantastisch dat jij deze stappen zet en deze ontwikkeling. Dus concluderend en ik denk dat zij een heel goed Kamerlid gaat. Concluderend kunnen we stellen dat u zegt... zij ontworstelt zich aan een conservatieve club... en zegt daarmee dus ook dat het daadwerkelijk een conservatieve club was. Nee, ik zeg, ze komt uit de conservatieve omgeving. Maar als je ziet wie ze nu is... en wat voor prachtig mens... en hoe zij strijdt voor... homorechten, hoe zij strijdt voor het recht op abortus. Als je ziet wat voor haat zij krijgt, juist van aanhangers van de politieke islam. Dat is ook verschrikkelijk wat zij daar over zich heen krijgt. Juist omdat zij zich daar tegen verzet. We gaan naar ons volgende onderwerp. Dank voor uw toelichting. En dat onderwerp is groen en dan vooral groene daden. Arjan. Ja, zeker. En dan gaat het in dit geval vooral om bestuurders die GroenLinks wel heeft gehad. Want landelijk heeft de partij nooit meegedaan. Maar in de regio natuurlijk wel. In steeds meer gemeenten zie je GroenLinks het goed doen. En daar zijn dus ook GroenLinks bestuurders die steeds verder oppoppen. En die natuurlijk vaak een baan krijgen als ze echt in bestuur komen. Als natuur, klimaat, groene wethouder. Want dat is natuurlijk wat voor GroenLinks belangrijk is. Maar wat zij dan nodig hebben is natuurlijk iets om groene doelen ook echt te halen. Al is het alleen maar op papier, want dat is het vaak. En daarvoor is de biomassacentrale een enorme uitvinding geworden. Niet meer stoken op kolen, niet meer stoken op gas, maar stoken op hout. In heel Nederland zie je onder meer in GroenLinks-gemeenten biomassacentrales opduiken om milieudoelen te halen. Je ziet zelfs dat daar miljarden euro's naartoe gaan... vanuit de overheid gesubsidieerd naar bedrijven als Vattenfall... die dit soort centrales legio bouwen. En er zijn ook wethouders, bijvoorbeeld uit Eindhoven van GroenLinks... die zelfs opduiken in reclamefilmpjes van Vattenfall... voor dit soort biomassacentrales. Het leek de klimaatoplossing in Nederland. Maar er is inmiddels heel veel kritiek op die biomassacentrales... Want bossen gaan neer, er worden heel veel bomen gekapt. Daar moeten nieuwe voor komen, dat is de belofte. Maar dat duurt vaak 50 tot 100 jaar voordat dat in klimaattermen iets oplevert. Je zou kunnen zeggen, biomassacentrales zijn vooral op papier goed voor het milieu... maar feitelijk slecht voor de natuur. En dus schrikt GroenLinks ervan en komt terug op die schreden. Wij zijn daar niet voor. Daar zijn wij nooit voor. Wij zijn daar gewoon nooit voor geweest. Maar dat is geen echte duurzame energie. Jesse Klaver zegt nu dat hij daar nooit voor is geweest, maar ondertussen staat het land wel vol met dit soort biomassacentrales. Niet in de laatste plaats gebouwd na impulsen van GroenLinks. En dus is de klimaatwoordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer helemaal nog niet met die centrales klaar. Alleen maar zeggen, ik wil het niet en nergens, ja, dat is ook geen houdbaar standpunt. Want dan moeten we terugvallen op fossiel, op kolen, op gas. Ja, het was een droomoplossing voor de lokale aanpak van de klimaatproblemen, biomassacentrales. Maar het dreigt een beetje een ramp te worden. Gaan we meteen door naar iemand die uit lokaal GroenLinks komt. Mevrouw Zwart-Fenna. Zwart, wat is uw vraag aan Jesse Klaver? Ja, goedenavond, meneer Klaver. Ik zit hier niet om GroenLinks te bashen, maar wel om u aan te spreken op uw standpunt ten opzichte van biomassa. En dan wel de ambivalentie en hypocrisie van GroenLinks ten opzichte van biomassa. Vooropgesteld, hoofdverantwoordelijken zijn natuurlijk de VVD. Hè? Wiebes, Nijpels voorop, Diederik Samsom. U noemde hem net al als uw vriend hè, bij Klimaatwet. Maar ondertussen speelt hij een zeer bedenkelijke rol in Brussel. En doet hij al het mogelijke om de biomassa er doorheen te drukken. Wat is uw vraag? Terug naar GroenLinks. Ruim 2 jaar geleden zat ik in de stadsdeelcommissie in Amsterdam. En toen was ik ook al kritisch. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Tegen mij werd gezegd, stel je alsjeblieft niet zo activistisch op. Ga even op je handen zitten. Ik mocht daar verder niet over spreken. Dat was voor mij de reden om uit de partij te stappen en comité Schone Lucht op te richten. En toen dacht ik nog, van, nou, dit speelt zich op lokaal niveau. Maar niets was minder waar. Ook op nationaal niveau zagen we ditzelfde gebeuren. En eigenlijk zou ik tegen u willen zeggen, als je kijkt naar al uw wethouders, er staan dus nu ruim 200 biomassacentrales in Nederland. De interne critici, daar wordt niet naar geluisterd. Maar multinationals zoals Vattenfall lijken ruim baan te krijgen. Hoe kan dat? Nou ja, het werd net al gezegd. Dank. Kijk, biomassa werd inderdaad heel lang nog gezien als een oplossing. Ik ben ook blij dat je vertelt waar het uiteindelijk allemaal is begonnen. Maar misschien mag ik eerst iets uitleggen over biomassa. Nou, laten we kort ingaan op deze vraag. Ja. Want het is denk ik helder uit de uitleg wat het probleem van biomassa is. En het is ook duidelijk wat de vraag is. Ja. Waarom steunen zoveel GroenLinks-wethouders in den landen nog steeds die biomassa? Maar daarom vind ik het zo fijn om bij Nieuwsuur te zitten, omdat het over de inhoud gaat. Maar dan moet ik iets over biomassa ietsjes breder vertellen. Dat 2 minuten. Ga je gang. Dat zal ik zo snel mogelijk proberen te doen. Biomassa voor de opwekking van elektriciteit is echt volstrekt achterhaald. Dus bijvoorbeeld de bijstook in kolencentrales. Dat moet direct stoppen. Daar hebben we ook altijd de plannen voor gehad. Moet je er gelijk uittrekken. Ik denk ook dat het hele idee dat we met biomassa de oplossing is, dat dat een achterhaald idee is. Maar nu hebben we wel een probleem. Willen we daarmee stoppen de komende tijd? Dat gaat niet in één keer. Bij kolencentrales wel, want er is genoeg elektriciteit voorhanden als alternatieve oplossing. Bij deze andere biomassacentrales gaat het vaak over warmte. En dat betekent dat sommige steden anders komen de huishoudens zonder warmte te zitten. Mag ik u even onderbreken? U bedoelt misschien Amsterdam? Nou, ik bedoel de verschillende plekken. Maar als ik hem even mag afmaken, dat betekent dat een volgende regering de komende tijd heel goed moet kijken op welke plekken is het echt nodig en op welke plekken niet. En zou je dus ook van de beschikkingen af kunnen komen. Maar dat is echt onzin. Biomassa-centrales hebben we absoluut niet nodig. En inderdaad, in Amsterdam, daarom vroeg ik het u ook, zit een wethouder die is echt helemaal doorgeslagen. Daar staat niet 1 biomassa-centrale, maar er komen ze straks 2. De grootste biomassa-centrale van Nederland willen ze in Diemen gaan bouwen. Onder leiding van uw wethouder wordt dit nu doorgedrukt. De AEB in West staat nu vrolijk te dampen zonder deugdelijke vergunningen. Ik vat het heel kort samen. Geen draagvlak. Gezien de tijd, waarom stopt GroenLinks niet met het exploiteren of laten exploiteren van dit soort biomassa-centrales? Ja, omdat het 2 zaken. 1, als het gaat over elektriciteit en bij kolencentrales moeten we er absoluut mee stoppen. Als het gaat over biomassa en reststromen en het wordt gebruikt voor warmteopwekking, dan kunnen we niet op alle plekken daar direct mee stoppen. Omdat we daarmee problemen. Nou, ik zeg niet op alle plekken, kunnen we daar niet op alle plekken direct mee stoppen. Maar daarmee stelt u uw kiezers teleur. We hebben bijvoorbeeld Ipsos onderzoek laten doen. Die zeggen in grote getalen, uw achterban 42% zegt biomassa-centrales moeten worden gesloten. En dan lees ik uw verkiezingsprogramma. En dan zegt u, ik kan de reacties op dit programma van de gevestigde orde al dromen. Het klinkt mooi, maar het kan niet. Maar wij hebben verbeeldingskracht en waarderen brani boven risicomijdende politiek. Ja. Dit is toch ook het punt waarop u zou moeten zeggen... ergens zit er nog iets van dat PSP-activisme en van die brani. Misschien is het ingewikkeld, zeker. Maar misschien moet het om te voorkomen dat mensen last krijgen van hun gezondheid. En daarom het milieu verder wordt belast met die biomassa-centrales. En daarom sluiten wij versneld die kolencentrales waar die biomassa wordt bijgestookt. En daarom zeg ik, een volgende regering moet kijken hoe snel we zoveel mogelijk van die centrales... ook versneld kunnen sluiten. Ja, maar dat zijn de kolencentrales. Nee, ik zeg ook, sorry, ik had het ook over de biomassa-centrales wilt u uitfaseren. Okay, de kolencentrales wilt u... Ik had het ook over de andere centrales. U mag uw voorstel in 10 seconden en dan moeten we... Een voorstel. Nog een week tot aan de verkiezingen. Om iets aan uw geloofwaardigheid te herstellen. Waarom zegt u niet hier en nu, vanavond... we stoppen gewoon met die biomassa-centrales. U roept al uw wethouders op om per onmiddellijk... kappen gewoon met die biomassa-centrales. Net zoals Greenpeace zo stoer was om afgelopen zomer toe te geven... jongens, we waren fout. Geen goed idee. Doet u dat, ja of nee? Wij zijn, als het gaat over nieuwe biomassa-centrales en de bouw daarvan... absoluut niet doen. Dat is geen nieuwe subsidies. De huidige zo snel mogelijk uitfaseren. Dus Vattenfall gaat ook dicht? Zo snel mogelijk. Oké, nou Vattenfall bij deze... Wij gaan naar het formatiespel, want nu willen we wel weten met wie u dat gaat doen. Ik ga u vast partijen bij kunnen zetten. We kunnen de verkiezingsposter plakken we er vast bij. Ik neem aan dat we u kunnen laten staan dan in de trein. Ja, zeker. Ja. Nou, maar dit is niet genoeg, dus we hebben weinig tijd, dus 1 erbij nog, zou ik zeggen. Partij voor de Dieren. Eentje waar u een meerderheid mee haalt, is dat genoeg, denkt u? Nou, nee, maar als we heel weinig tijd hebben... kijk, waarschijnlijk hebben we dan of het CDA of de VVD nodig. En ik zou het heel mooi vinden als niet allebei is. En heeft u spijt dat die niet op de poster stonden, de Partij voor de Dieren? Dan had ik een veel grotere poster moeten maken. Daar was het budget voor op. Dank. En zo hadden wij ook veel meer zendtijd willen hebben. Helaas. Maar daar is helaas ook de tijd voor op. Wat betekent dat wij aan het eind van deze uitzending... ook door die coronapersconferentie daar nog aandacht aan moeten besteden. Dat gaat Jeroen Hubbink.